Het havenbestuur van Antwerpen en het logistiek platform Limburg hebben een overeenkomst ondertekend om intensief te gaan samenwerken. Het logistiek platform vertegenwoordigt het gros van de Limburgse gemeenschap, waaronder het provinciebestuur en de gemeente. De handtekeningen onder de overeenkomst werden gezet in het provinciehuis. Het is nu zaak om de Extended Gateway Antwerpen-Limburg zo snel mogelijk te realiseren. De bedoeling is dat terreinen gelegen vooral langs het Albertkanaal, dat die zou worden ontwikkeld tot bedrijventerreinen waar goederen worden opgeslagen, waar goederen worden behandeld, waar goederen verder worden gedistribueerd en dat we van die grote troef van het Albertkanaal gebruik zouden maken om een aantal activiteiten waar te weinig plaats voor is in het havengebied van Antwerpen, om die uit te breiden, extenden naar andere gateways in Limburg. Als speerpunt sector is inderdaad de logistiek echt vooropgesteld, ook in onze beleidsnota. De provinciale ontwikkelingsmaatschappij en de provincie Limburg gaan daarvoor. En om het met een boutade van onze gouverneur te zeggen, hij spreekt altijd van de langste haven ter wereld, dat is het Albertkanaal gelegen tussen Antwerpen en Luik. We hebben ook zeer goede contacten met Luik. Ik weet dat Antwerpen ook goede contacten heeft met Luik. Grootste binnenhaven van West-Europa, dus ik denk daar liggen twee schitterende opportuniteiten, Antwerpen, Luik. Dus Limburg kan daar alleen maar de vruchten van plukken. We hebben er alle baat bij, we hebben daar alle hens aan dek te roepen. Voor het havenbedrijf is Limburg als Extended Gateway een grote opportuniteit, want de haven zit stilaan aan zijn geografische grenzen. En voor Limburg biedt de samenwerking de kans om de provincie logistiek helemaal op de kaart te zetten, met Genk als de oostelijke logistieke poort van Vlaanderen. We vechten al lang, ook bij de opmaak van het vorige structuurplan Vlaanderen, om de erkenning van Genk als economische poort. Dus daar is het eigenlijk rondop gebouwd. Die studie heeft dat inderdaad ook uitgewezen, waar men zegt, kijk, Genk is op dit ogenblik uitgegroeid tot de derde industriële stad of gemeente van Vlaanderen. We zijn bezig, dat heb ik hier ook gezegd, aan de laatste grote uitbreiding, het Saaftingengebied. Dat geeft ons nog wel heel ruimte voor een heel stuk in de toekomst. Maar hier in Limburg, maar ook elders, zoals in Valenciennes bijvoorbeeld, vorige week, of zoals in Willebroek, op diverse plaatsen, dat concept van we breiden de goederenbehandeling uit, we maken meer logistieke platformen in het binnenland. Dat is een concept dat de haven toelaat om te groeien, zonder dat ze geografisch nog groeit. De overeenkomst zal nu overgemaakt worden aan Vlaams minister-president Chris Peeters, om die dan in te passen in de Vlaamse doorbraakstrategie. Bedoeling is dat Vlaanderen tegen 2020 tot het clubje van 5 best presterende regio's in Europa zal behoren. In de haven van Antwerpen bouwt Imans op dit moment in opdracht van GOC een gigantische constructie. Het gaat om een zogenaamd hefeiland dat onder andere in de Noordzee wordt ingezet voor tal van opdrachten. Enkele weken geleden al was er een korte plechtigheid met de kielegging. Intussen is het werk al aardig gevorderd. Wel, een hefeiland is eigenlijk een hefplatform. Het is een, zolang het op het water ligt, een drijvende structuur, maar het heeft poten en het gaat zich dus op bepaalde punten op zee opstellen op die poten. Dus drijf naar de locatie, het gaat zijn poten laten zakken en het gaat zichzelf dan eigenlijk opvijzelen op zee. Om een stabiel platform te hebben om allerhande werken uit te voeren. GOC is onderdeel van de DME-groep en is met de bouw van dit hefeiland niet aan zijn proefstuk toe. Het wordt al het 7e hefeiland binnen de groep, maar wel meteen het grootste. Het zal dan ook toepasselijk Goliath worden gedoopt. De hoofdafmeting, het zal 55 meter bij ongeveer 33 meter zijn. 2000 ton laadvermogen, wat eigenlijk enorm is voor zijn soort. En zal poten hebben van bijna 80 meter. Dus de kathedraal van Antwerpen ongeveer als lengte van poten. Waarmee dat het toch in 50-tal meter waterdiepte zou moeten kunnen werken. Wat eigenlijk de Noordzee volledig bestrijkt. Als alles blijft lopen zoals gepland, zal de Goliath rond de zomer klaar zijn voor het grote werk en de haven verlaten. Op de Goliath zullen 30 tot 40 mensen werken en verblijven.